Kijkers, dit is Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, regeringstop buigt zich over acute vraagstukken, hulp voor getroffen gebieden, installatie van de loonraad, overhandiging OKB-verslag en opschonen en herstel riolering Louiselaan. De samenleving kampt momenteel met enkele acute vraagstukken die de aandacht van de regering hebben. De huidige wateroverlast, de kwestie rond het Baso-kartenbestand en COVID-19 zijn onderwerpen welke tijdens een regerings- en coalitietop aan de orde zijn gekomen. De regerings- en partijfunctionarissen kwamen op dinsdag 27 april bijeen. Wij spraken coalitieparlementariër Gregory Rusland. We hebben wat brandende issues die spelen in die samenleving besproken. Ik denk dat een van de belangrijkste issues op dit moment is het COVID-probleem. En welke maatregelen getroffen moeten worden. Allerlei randvoorwaarden en zaken die meekomen kijken met het beheersen van COVID. Dat soort zaken zijn besproken. Verder is gesproken over de situatie met betrekking tot de Baso-karten. Je weet dat er wat discussie daarover is. En natuurlijk wordt gekeken naar het brengen van duidelijkheid zo snel mogelijk op dit stuk. En een ander probleem op dit moment is het wateroverlastprobleem. We hebben gezien dat we berichten hebben vanuit verschillende districten. We hebben gezien dat onder andere, als we praten over gebieden, dan zien we dat vanaf Paramaribo, Wanica, Marwijnen, maar ook Wageningen, dus in Nikeri en dergelijke, Saramaka. Verschillende gebieden hebben enorm last gehad van water de afgelopen dagen. En natuurlijk moet de regering zo snel mogelijk ingrijpen en daarover ging de discussie, maar ook natuurlijk de issue met betrekking tot het gaan naar de Nationale Assemblee zo snel mogelijk om met de Nationale Assemblee in overleg te treden, om de problemen te bespreken en natuurlijk gezamenlijk te komen tot oplossingen voor de problemen. Wanneer je praat over het lenigen van de nood bij het volk, dan hebben we ook in de Nationale Assemblee al daarover gesproken dat het model dat de regering wenst toe te passen is dat de burgers, de mensen die het nodig hebben, geld krijgen om ervoor te zorgen dat ze hun eigen pakketten kunnen kopen. Maar zover is die regering nog niet. En we hadden toen al de regering voorgesteld om te bekijken om, alhoewel wij niet van het pakkettentraject houden, er mensen zijn die nu onder die COVID-omstandigheden enorme nood hebben en dat de regering toch wel misschien daarna moet kijken. Daar wordt naar gekeken om de mensen direct te kunnen ondersteunen in die noden. Ten aanzien van het waterprobleem, dat probleem speelt nu. En ik moet u zeggen dat er een, door de president net is aangegeven dat er een cluster van ministers komt die zich moet gaan toeleggen de komende dagen op dat probleem. En natuurlijk ander punt is natuurlijk het bekijken van het vrijmaken van de middelen om in te spelen op die calamiteiten. Dat zijn issues die besproken zijn nogmaals. En die discussie zal verder gevoerd worden in de Nationale Assemblee. Wat we moeten gaan beseffen is dat bepaalde problemen die er zijn op dit moment. Het COVID-probleem. Eigenlijk maakt het niet uit waar je bent. Wij zijn Saranamangs en wij moeten de handen ineens slaan om ervoor te zorgen dat wij deze pandemie, deze grote problemen die wereldwijd op dit moment spelen en dus ook voor Suriname, dat wij die gezamenlijk tegemoet treden, gezamenlijk komen tot oplossingen. En dat betekent dat je geen situaties hebt dat je met de vuist op tafel moet slaan. We moeten gewoon onze gedachten goed laten gaan over welke maatregelen moet je treffen om die crisis, in dit geval de coronacrisis,
tegen te gaan. Je moet maatregelen treffen. En we weten ook, we zijn ons ervan bewust, dat tegen de maatregelen, die zien dat er veel irritatie ontstaat bij verschillende delen van het volk. We zien dat er irritatie ontstaat bij het bedrijfsleven. Mensen verliezen hun werk. Mensen kunnen niet optimaal meer werken. En mensen natuurlijk hebben geen inkomsten meer. Los daarvan zie je dat wanneer je komt met een maatregel dat je een lockdown hebt, het weekend, dat ook dat natuurlijk irritatie veroorzaakt bij mensen. Feit is wel dat wij gezamenlijk moeten kijken naar hoe gaan wij dit probleem tegemoet. En als die maatregelen getroffen moeten worden, dan zeg ik van laten we geduld betrachten. Laten we goed met elkaar overweg gaan. Laten we goed overleg plegen. En af en toe die besluiten nemen die we moeten nemen. Niet leuk, maar if we een zorgutak afvalk is bespaard van nog ergere problemen op dit gebied, dan zullen we die besluiten moeten nemen. Maar ik denk dat er ook regelmatig geëvalueerd moet worden. Want wanneer je bezig bent met het uitvoeren van je maatregelen, moet je ook zeggen van wat zijn de geluiden die je krijgt, wat zijn de effecten die je hebt in die samenleving en hoe kan je de zaak bijstellen. Bijstellen zodanig dat die irritatie niet te groot wordt, maar dat je ook natuurlijk het belangrijkste, het COVID-probleem, kan terugbrengen. De aanhoudende regens van de afgelopen dagen hebben landelijk vele gebieden wateroverlast bezorgd. Ook zijn sommige rivieren buiten hun oevers getreden. Dit werd gerapporteerd aan de regering tijdens de meeting van de coalitietop op dinsdag 27 april 2021. Er is veel schade opgetreden in diverse delen van het land en vooral landbouwgewassen, maar ook huishoudens hebben materiële schade opgelopen. De regering is onmiddellijk ingekomen door 100 miljoen SRD te reserveren om de gevolgen van de ontstane situatie op te vangen. Een ministerieel team onder leiding van de minister van Openbare Werken, die tevens ad interim is voor financiën, zal zich buigen over dit landelijk probleem. Terwijl de schade wordt opgemaakt, bereiden de president en de vicepresident zich voor om naar de getroffen gebieden te trekken. Het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport heeft rapportages binnen van getroffen gebieden in Kommewijnen, Wanica, Zaramaka en Nikeri. Ook in Marowijnen, met name Albina, is er wateroverlast gemeld. De Nationale Loonraad is op woensdag 28 april officieel geïnstalleerd op het kabinet van de president. De Nationale Loonraad is een orgaan dat is vastgelegd in de wet minimumloon en op basis daarvan vond de installatie plaats. Een belangrijke taak is het evalueren en uitbrengen van advies aan de private en publieke sector. Nou kijk, vandaag is de loonraad geïnstalleerd. Dus de taken gaan nu beginnen. Maar natuurlijk zijn we niet stil blijven zitten. We hebben al van tevoren afspraken gemaakt. We hebben al meetings gehad. Dus eigenlijk is het werk al begonnen, maar vandaag is het officieel geïnstalleerd. En de loonraad moet vanaf vandaag aan de slag om zo snel als mogelijk een advies uit te brengen aan de minister. En vanuit de minister gaat het naar de regering. Wat vond u zelfs van de meeting en de feedback van de president? Nou, zoals we gewend zijn, zijn we altijd professioneel. We zijn altijd op tijd en we houden zaken goed in de gaten. We zijn altijd voorbereid. Dus natuurlijk vandaag een mijlpaal dat het uiteindelijk vandaag wel een loonraad is geïnstalleerd. Wie waren allemaal bij de meeting? Nou, de leden van de loonraad, waarbij de voorzitter mevrouw Boudou is, de ondervoorzitter meneer Ali, onderdirecteur arbeidsmarkt, mijn chef de bureau, mijn voorlichting en natuurlijk de president en ik.
Heeft de president verder ook wat feedback gegeven? Nee, de president heeft een opdracht gegeven. Dus, en natuurlijk moeten wij de opdrachten van de president volgen. Hij heeft de taken van de loonraad zijn bekend. Ik als minister heb er zelf ook aan gewerkt. Dus we hebben een uitdaging voor ons samen met de loonraad. En ik zie het als een teamwork. En ja, we gaan het zo snel als mogelijk uitbrengen. De Nationale Loonraad is eigenlijk een orgaan dat is vastgelegd in de wet minimumloon. En op basis daarvan is er dus de Nationale Loonraad geïnstalleerd. De taken en bevoegdheden, dat heeft de president vastgelegd in het staatsbesluit Nationale Loonraad. Een hele kleine greep natuurlijk, ken niet alles uit het hoofd, we zijn er ook pas. Maar het meest belangrijke is dat de raad uiterlijk november, 1 november, advies moet geven aan de minister. En dat moet dus echt het finale advies zijn, nadat we alle actoren hebben gesproken en geconsulteerd over een nieuwe minimumuurloon. Deze raad is voor het eerst geïnstalleerd, dus wij hebben een job. In principe zijn we achter, want die loonraad had vorig jaar geïnstalleerd moeten worden. Dat is niet gebeurd, dus we hebben het dit jaar. De laatste minimumuurloon dateert van 2018, dacht ik. Dus we zijn achter op schema. En deze raad is tripartiet. Vakbeweging zit erin, werkgevers en organisaties zitten erin en de overheid zit erin. En dus hebben wij een tripartiet job om dat heel snel en zo snel als mogelijk. Maar de taken zijn uitgebreider. De taken zijn natuurlijk ook adviezen te geven over zeg maar loonstanden in dit land. We moeten een landelijke loononderzoek laten uitvoeren om te weten wat het is, zodat wij natuurlijk de regering de juiste adviezen kunnen geven over een wat is een goed salaris, zoals de president het zegt. Niet een hoog salaris, want je kan natuurlijk heel veel geld krijgen, maar het heeft geen waarde. Je kan een hoog salaris hebben, maar het is nog net niet het goede, omdat natuurlijk de koopkracht heel erg laag is. En dat soort van dingen moeten we voorkomen. Een advies over de werking van minimumuurloon. Hoe wordt dat gebruikt? Hoe wordt dat toegepast? En dan kan je nu statistieken denken aan van gender, man-vrouw, geschooldheid, hooggeschoold, laaggeschoold, middelgeschoold, ingezetenen, niet ingezetenen, Surinaamse nationaliteit, geen Surinaam, noem maar op, statistieken op alle niveau, opdat in principe een goed en duidelijk beeld kan worden gevormd over loontoestanden. Het onafhankelijk kiesbureau, OKB, heeft een verslag aan president Chandrika Prasad Santokhi overhandigd. Dit gebeurde op woensdag 28 april. Het staatshoofd zal een team samenstellen om dit verslag te bestuderen en actiepunten vanuit de regering vast te stellen. De voorzitter van het OKB, Samser Ali Sheikh Ali Baks, gaat nader in op dit belangrijk moment. Het verslag betreft het jaarverslag van het onafhankelijk kiesbureau. In de kiesregeling is vastgelegd dat het onafhankelijk kiesbureau jaarlijks voor 1 april een jaarverslag uitbrengt aan de president van de Republiek Suriname en aan de Nationale Assemblée. Dus aan de regering en aan de Nationale Assemblée zijn twee organen die in de wet genoemd zijn, aan wie het onafhankelijk kiesbureau jaarlijks een verslag in de maand april moet, 1 april moet, uiterlijk 1 april moet uitbrengen. Okay, moest dit verslag getekend worden?
of goedgekeurd worden? Nee, het is een verslag van het onafhankelijk kiesbureau en het onafhankelijke de voorzitter en de secretaris tekenen dit verslag. Dat hebben wij gedaan namens het onafhankelijk kiesbureau en dat is net overhandigd aan de president. En wat was de presidentse respons hierop? De president heeft positief gereageerd op dit verslag. Hij is voornemens een team in te stellen om naar dit verslag te kijken inhoudelijk en actiepunten voor de regering vast te stellen. Ja. Zijn er gesproken over taken of whatsoever? Nee, taken niet zozeer, maar wel over een commissie, dan wel een team vanuit het kabinet die voor de president een aantal actiepunten zal moeten formuleren op basis van dit verslag van het onafhankelijk kiesbureau. Wij gaan ook dit verslag overhandigen aan de voorzitter van de Nationale Assemblée. Dat gebeurt na vandaag. Daarvoor wordt nog een afspraak met de voorzitter van de DNA gemaakt. Ik heb vandaag nog met een OKB-lid gesproken om dat ter hand te nemen. Dus hij heeft aangegeven dat hij vandaag nog zijn best doet om die afspraak te maken. Daarnaast kan ik aangeven dat het onafhankelijk kiesbureau op dit moment bezig is met een aantal projecten te initiëren en een aantal projecten die er is uitgevoerd worden om die af te ronden. Ook zijn we bezig in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken te kijken naar een aantal knelpunten die zich bij de verkiezingen van 25 mei 2020 hebben voorgedaan. En wat de oplossingsmodellen daarvoor kunnen zijn. Het ministerie is in de lead natuurlijk. Zij voeren die projecten uit. Vanuit het onafhankelijk kiesbureau oefenen wij toezicht op die projecten. En we kijken hoe die verlopen. En daar waar nodig geven we ook advies. De riolering van de Louise-Laan is al jarenlang verwaarloosd. De overheid heeft gemeend om samen met de ondernemers en bewoners van de buurt de problematiek aan te pakken. Districtscommissaris van Paramaribo Noordoost, Ricardo Bolla, vertelt meer over de aanpak in het belang van de buurtbewoners. Nou, laat ik er dit van zeggen. De Louise-Laan, een bekende straat hier in de buurt van Combé. Het is een volksbuurt en berichten hebben mij bereikt van de mensen die hier woonachtig zijn. Dat er sprake is van jarenlange verwaarlozing van de riolering. En met alle gevolgen van dien. De situatie is door mij geïnspecteerd. Ik heb een zeer deplorabele situatie aangetroffen. De beelden spreken voor zich. En ik heb gezegd, Nomang, ik kan dit niet zo laten. We weten de financiële situatie van de staat Suriname, maar desalniettemin heb ik alles, maar ook alles eraan gedaan om met ondernemers hier in de buurt te gaan praten, omdat zij ook hun activiteiten hier aan de Louise-Laan uitoefenen. Van luister, help me, help mij, help uw buurt. En laten we samen naar een oplossing uitkijken. En ik heb alles voorbereid. Ik heb een ondernemer ook bereid gevonden om vandaag te werken voor ons. Ze zijn gisteren begonnen overigens. En ze werken vandaag door tot morgen en dan zijn ze klaar. En ook voor een zachte, vriendschappelijke prijs. Dus men heeft vertrouwen in de regering. Men heeft vertrouwen in de districtscommissaris. En u ziet het resultaat. Maar de winnaar uiteindelijk is het volk van Suriname. De mensen die hier in de Louise-Laan wonen, ja, zij zijn verlost van de ellende, van wateroverlast, stinkende riolering, verstoppingen, huizen die vollopen met vies vuil water, alle ziektes die om zich heen grijpen. Nogmaals, zo kan ik het niet laten. Er zijn mensen hier die behoren tot de seniorengroep en die mensen zijn geïsoleerd. Gaan wij deze mensen de komende tijd met de regen 4-5 maanden isoleren? Dat nog kan. Nee, echt niet. En ze lijden al jaren
Ze leden al jaren en ze hebben overal geklaagd. Bij de vorige DC, bij de vorige regering. Nul op het rekest, nul, nanda, niks. Maar ik heb gezegd, ik ga dit niet zo laten. Ik ben daar gezet om te werken voor dit volk en dit is een bewijs daarvoor. En dat was Focus. Bedankt voor het kijken. Stay safe.